live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Evers staat op. Dames en heren, Jorrit Bergsma. Ja. Zo, je had al applaus gehad hè, vandaag natuurlijk. Ja, zeker. Hey, houdt niet op. Gefeliciteerd. Ik zie hier weer iemand zitten, is altijd zo mooi, die volgens mij de rest van, in ieder geval de rest van de speler, de lach niet meer van zijn mond af krijgt, denk ik hè? Nee, dat gaat lastig worden. Hey, gefeliciteerd. Ja, je bent een blij mens, dat kan niet anders. Nee, zeker. Ja, je komt hier voor goud en je weet dat Sven Nai rijdt, dus je weet dat er een hele goede rit erop moet. En dan rij je echt een toprit en dan... dan kun je alleen maar blij zijn. Dan wist je wel meteen hè, dat het een toprit was, toch of niet? Ja, ik dacht dat het... hier krijgt hij het heel lastig mee. Dus, Dan kijk je toch altijd dat je denkt, zo, succes ermee. Ja, zeker. Dus dat was ook wel lekker. Ja, soms dan... als je na hem kan rijden, dan kun je op een tijd rijden. Maar nu kon ik gewoon vrij gaan rijden en... Ja, dan misschien wat voor tijd eruit komt. En dan, dat is ook wel lekker. Het lijkt wel een voordeel als je niet de laatste rit hebt. Want op dit moment is het volgens mij nog niet zo geweest dat degene die de laatste afstand, of de laatste aan de beurt was, zeg maar, een gouden medaille gewonnen heeft. Nee, ja, ik weet het niet precies. Ik heb het dat niet zo goed bijgehouden, maar... Ben je nou überhaupt bezig met zo'n loting? Of denk je gewoon van, ik rij gewoon mijn eigen race? Dat heb je nogal gedaan namelijk, hè? Ja, op een 10 kilometer is het soms wel lekker als je in de laatste rit zit. Want dan kun je echt... want in 10 kilometer, als je te hard van start gaat, dan kun je jezelf wel behoorlijk opblazen. En, Is Sven dat gebeurd, denk je? Ja, denk het wel. Sven zei vandaag ook al van... op de 5 kilometer was het een beetje andersom. Toen reed Sven voor mij. Ja, en ik wou ook onder zijn tijd rijden. Dus toen blaasde ik mij op. Dus en nu was het een beetje andersom inderdaad. Heb je wel een beetje het gevoel dat je... Ja, je bent natuurlijk hartstikke blij. Maar ik hoor alleen maar... Ja, Sven heeft de 10 kilometer gewonnen. Dan denk ik, nee, Jorrit heeft hem gewonnen. Zo is het toch? Ja, het kan mij niet veel meer schelen eigenlijk. Maar het is ook wel een beetje logisch... Ja, Sven is eigenlijk de enige BN'er in het schaatsen. Naast Mark Tuiten natuurlijk ook. Hij is natuurlijk een groot kampioen. En iedereen ging ervan uit dat hij hier even ging winnen. En revanche nemen naar Vancouver. Dus, en jij dacht, dat gaat niet gebeuren. Hè? Nee, dat gaat niet gebeuren. Hey, ben je al gebeld door Mark Rutte, door Willem-Alexander? Wie hebben er allemaal aan het... Wat is het? Dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Ja, Mark Rutte heb ik aan de lijn gehad. Nee, serieus? Ja, wat zei die? Ja, gefeliciteerd, zei hij. Dat is wat minste wat ik kan zeggen natuurlijk. Maar heb je een leuk gesprek met hem gehad? Of, Ja, het is wel een beetje lastig. Je weet niet zo goed wat je tegen zo'n iemand moet zeggen. Dus, maar ja, hij was heel enthousiast en positief. En dat was wel heel leuk. Wat voor tijd was je weggegaan? Had je een tijd in je hoofd toen je wist je gewoon van, ik moet dat rijden om hier het goud te kunnen pakken? Nee, eigenlijk niet. Ik wist natuurlijk dat Sven een naam reed, dus ik wist dat er een hele goede tijd neergezet moest worden. En ik ben gewoon van start gegaan en gedacht van, ik ga gewoon lekker schaatsen en ik ga alles proberen te geven. En deze tijd kwam er gewoon uit. Dus, ja. Man, het is je onwijs gegund. Nogmaals gefeliciteerd. Volgens mij gaat iedereen nu aan je trekken. Je moet overal natuurlijk. Je bent net gehuldigd in het Hollandhuis. Je moet naar de NOS. Ik laat je gaan. Geniet ervan. En veel plezier nog op de rest van de Spelen. Maar gaan we goed komen, denk ik. Dankjewel. Oké, man. Hoi. Hey. Live vanaf de Olympische Winterspelen in Sochi. Evers staat op.